Bruno Martins Indy, hoe beleef jij dit? Is dit een schande of moet het kunnen in de voorbereiding? Het moet niet kunnen, maar het is ook geen schande. Wat is het wel? Hoe moeten we dit beoordelen? Nou, het is gewoon veel te weinig, denk ik. En wij moeten kritisch naar elkaar zijn en kritisch als team. En het is gewoon te weinig. Wat ging er niet goed vanavond? Nou, de oplossing wie de vrije man was en de juiste moment van inspelen, waardoor iemand vrijkomt. En hoe komt dat dan? Heb je daar dan een verklaring voor met elkaar? Ja, ik denk dat het is wel kort na de wedstrijd, maar ik denk dat als we de beelden bekijken dat ik meer te weten krijg. Maar... Je trainer zei ook van sommigen wilden zich nog een beetje sparen op het kunstgras, zo leek het althans. Slaat dat op jou of niet? Of dat op mij slaat? Ja. Nee. Wat over sommige spelers? Ja, ik heb daar niet echt op gelet, eerlijk gezegd. Ik kan op dat gebied alleen over mezelf praten en dat heb ik niet gedaan. Je speelt vanavond op kunstgras, een nieuw kunstgrasveld. Hoe was dat? Het was wel vreemd, omdat ik ben gras gewend. Er was veel rubber op het kunstgras. En dus je voet ging zeg maar een beetje... Dus heen en weer de hele tijd dus. Ja, vorige week bij ASWA stond je nog centraal achterin, nu weer linksback. Is dat nog een verandering, een grote verandering? Nee. Mentaal gebied niet. Nee, ja, je moet er maar aan wennen, zullen we maar zeggen. Meer keuzes heb je niet als Koeman anders beslist. Ja, ik moet eraan wennen. Ik doe gewoon keihard mijn best. En, dat is het. Heb je zin in de open dag morgen? Jawel, zeker. Als ik mensen blij kan maken, dan heb ik er heel veel zin in.